Ben je klaar? Ja, oké. Okay. Hoi, leuk en welkom dat je kijkt bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag, welke dag is het? Peer. Het is dinsdag en normaal moet ik werken, maar ja. Niet pakken. Maar wij zitten in quarantaine. Kies. Mama. Kan je mama zien? Ja. Sta ik er mooi op? Ja. Ja? De auto. En de auto. Ga je foto maken van de auto. En van je boor? Boeien. Boeien. Je boeien. Is het je boor? Ja. Je vriend. Maar het begon allemaal dat Eddy zich eergisteravond niet zo lekker voelde. En gisteren na het wandelen is hij begonnen met hoesten. En Juda ook. Dus toen zei ik van je kan maar beter gewoon even mijn test aanvragen. En ik voelde me prima tot aan vanochtend. Want de meid heeft ook keelpijn en echt super erg hoofdpijn. Maar ja, het heerst ook, dus who knows. Maar hij gaat zich voor de zekerheid laten testen. En tot die tijd zitten we in quarantaine. Het is eigenlijk wel gezellig stiekem. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon wel even lekker met hem thuis zitten, even rusten. Hij heeft ook gewoon net weer 2,5 uur geslapen. Dus hij heeft het echt nodig. En ik heb het ook een beetje nodig. Maar het is toch lastig, vind ik. Werken of niet werken. En ja. Kom dansen dan. Mama. Ja? Moet die neerzetten? Oh ja, oké. Oké. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Jongens, besef. Dit is van corona. Zo heet deze chick. Ik moet altijd denken aan die call. Is this the Reebok of the Nikes? Nog meer? Kom, komt-ie! Nou jongens, ik ben helemaal aan het zweten, maar it is day 2 in quarantine. Althans, Juda en ik. Juda is gewoon echt nog ziek. En met Eddy en mij gaat het op zich wel beter. Ik heb alleen keelpijn en Eddy die heeft gewoon een beetje last van de hoesten nog. En een verstopte neus. Maar we gaan het zien. We krijgen straks als het goed is de uitslag. Oh, moet je van je teen afhalen ook? Ja. Ja, dat moet je niet doen. Zo. Een stoute paard. Stout. Stout. Ja. Nee, maar wij vermaken ons wel in quarantaine met dance battles, hè? Op 90's muziek. Jongens, dit kan toch echt niet? Het lijkt me gewoon alsof ik zwart haar heb. Kijk dan. Kun je het zien? Oh, die uitgroei. Ik moet echt naar de kapper. Alleen, mijn kapper is een beetje duur. Wel een super goede kapper. Daarom wil ik ook gewoon bij hem blijven.
Alleen, tja, de iPhone komt uit deze maand. Of naar de kapper. Of beide. Maar dit kan echt niet. Of het moet weer donker. Of... Oh. Wat vind jij? Vind je het mooi of niet zo mooi? Hallo? Mooi of niet mooi, mama, de haren? Oké. Okay. Wij hebben geen corona. Yay. Dus het is vandaag alweer donderdag. We kregen gisteren eind vanmiddag te horen dat Eddie negatief is. Dus ja, ik vind dat wij dan ook negatief zijn, hè, Juda? Alleen Juda is gewoon nog wel ziek. Laat maar zeggen, echt. Hoesten, s'nachts, neus verstopt, uitje naast het bed. Dat soort dingen. Maar vandaag is een hele excited day, want onze kast komt eindelijk. Hoe lang wonen we hier nu? Ik weet niet eens. Ik denk een maandje of vier. Ja, vier maanden. Na vier maanden wachten. Augustus? Midden augustus of zo? Eind augustus. Dan wonen we hier in 3 maanden. Wonen we hier nog in 3 maanden, nee? Oh. Maar hier komt zo een super grote zwarte kast achter. Dus we hebben het huis al een beetje aan de kant gezet. Hè? En het echoot! Echo! Ja, dus dat. En ik heb mijn verkeerde latte gemaakt. Dus ik drink schuim vandaag. Kijk. Studio Fien woongeluk. Dit is Fien. Dit is de woonkamer nu. Oh jongens. Oké, nu ziet het er natuurlijk een beetje raar uit, want je ziet nog hout. Kijk hoe groot. Oh my god! Guys, kijk hoe groot. Wacht, jullie zien niet hoe groot het is. Misschien als ik hem zo neerzet. Maar dit is toch the dream? Or isn't it? Ik heb er alvast een bloemetje in gezet, want ik vond het anders een beetje saai. En nu ga ik het inrichten, want daar ben ik voor. Tada! Dit is hem dan, guys. Kijk, de bedoeling was dit. En het is gelukt. Even van een afstandje met het kleed. En onze nieuwe poef. Poef. Fauteuil. Ik kan het niet uitspreken. En dan wat gordijntjes. Want anders vind ik het wel heel strak. En dan wordt die lekker mooi gevuld. En dan heel blij mee. Deze prachtige kast is gemaakt door mijn nicht. Zij is eigenaresse van Studio Fien. Zij heet ook Fien. Vandaar Studio Fien. Maar zij heeft het dus met haar team gemaakt. Samen met Matthijs. En echt... Oh, ik ben er zo blij mee. Want we hadden namelijk deze kast ook gezien bij Goossens. En van... hoe heet dat merk nou? In ieder geval dat merk wat iedereen heeft met die mooie stoelen, weet je wel. Maar daar had ik ze ook gezien. En daar waren ze echt mega duur. Dus toen had ik aan haar gevraagd, kan jij dit ook maken? Zo'n kast. En toen zei ze, ja, dat kan ik. En here it is. En willen jullie weten wat die kost? Want hij is echt goedkoper dan die van Goossens. Stuur me dan even een berichtje. Dan laat ik je de prijs weten van deze kast. En zou je hem willen laten maken ook zoiets? Dan kan je hier volgen Studio Fien via Instagram of Facebook.
En stuur haar dan even een berichtje. Zij maakt trouwens alles op maat. Ook, ze is begonnen met steigerhouten meubelen. En is langzaam gewoon doorgegroeid in meubels en traprenovaties en dat soort dingen. Dus volg haar. En yeah, dat wou ik zeggen. Mensen. Zo, mooie fase. Wauw. Is echt mooi. Nou, je moest nog niet verklappen. Daar was ik nog niet. Oh. Oh. Sorry. Nou, mensen. Ik heb iets gekocht wat je totaal niet van mij zou verwachten. But I did. De meid kon zich echt niet inhouden. Ik heb weer twee vazen gekocht. Beide Xenos. En een... En een mok die past bij onze Chinese / Japanse vaasjes. Ik heb echt een probleem. En ook met Eddie zo. Nou, good morning. It is Sunday. En ik moet werken. Ik heb me opgegeven om te gaan werken. Because, ja, is altijd nice the money. Maar, weet je wat er gebeurd is vanochtend? Paniek in de fabriek. Want, deze snotaap heeft dus gewoon iets in zijn neus. Stikken in zijn neus. We waren zo lekker wakker geworden met z'n drieën. Gezellig. Hij had een beetje uitgeslapen. Bleef hij rustig bij ons chillen. Hebben ook met z'n drietjes gedoucht. Doen we eigenlijk nooit. Maar dat was zo fijn. En ik kijk in zijn neus. Zit er een sticker vast? Maar echt zo'n dikke sticker toch? Zo'n ja, kartonnen. Zo'n kartonnen sticker in zijn holte. Nou, ik heb paniek. Eerst dus gelijk googelen. Wat moet je doen als je kind een sticker in zijn neus heeft? Dan komt er gelijk niet in paniek raken. Nou, dat was al veel te laat. Maar dat je het dus... je hoeft niet per se naar de dokter en niet met een pincet. Maar hij moet het er op deze manier uitkrijgen. Of je moet blazen in zijn mond. En dan één neus dicht en dan vloekt hij er zo uit. Het is tot nu toe nog niet gelukt. Hij is op zich er wel vrolijk onder. Volgens mij heeft hij hem ook al een paar dagen in zijn nos. Ja, hij, volgens Want, mij ook. Wanneer was hij met die stickers aan het spelen dan? Dat was best wel een tijd geleden hoor. Nee, hij speelt iedere dag met die stickers. Mm. Maar ja, hij is ook al een paar dagen verkouden. Dat was steeds een uitje naast zijn bed en met eucalyptus en zo. Maar nu weten we gewoon waarom zijn neus de hele tijd dicht zit. Dus dat is het doel van vandaag. Ga je daar die stomme regenboog shit achter zetten? Nee, dat is echt gewoon. Ja, maar die kun je toch ook door andere editen, dan ben je niet zo pro. Nee. Dus doe je het maar zelf. Oh, suf. Je moet niet naar deze vlog kijken, het is zo wack. Maar, Tjoetjoe? Heb je een sticker in je neus? Nee? Oké, he's so not amused. Maar dat is dus ons doel van vandaag. Zou ik ook niet zijn bij stikken. Dat was zijn doel voor vandaag, want ik ga werken. En eerst gaan we even lekker ontbijt afhalen bij natuurlijk mijn favorite coffee place, Cushion. Maar kijk, oké, die van mij ziet er nu heel lekker uit, maar kijk. Don't look at my food. Lekker. Dus, ik weet dat ik vanochtend een beetje grappig aan het doen was en geinig over het feit dat Juna een sticker in zijn neus heeft. Wat, als ik het zo zeg, nog steeds hilarisch is. Maar, we kregen hem er gewoon echt niet uit. Eddie heeft geprobeerd met snuiten. We hebben net echt met z'n tweeën hem in de houtgreep genomen. En echt proberen met verschillende pincetten. We hebben gewoon een wat dikkere, maar ook zo'n hele dunne spitsen. Het eruit geprobeerd te krijgen, maar het lukte niet. En doordat hij zo hysterisch reageerde, ging het alleen maar dieper erin. Dus ik raakte net een beetje in paniek. Dus ik dacht, bel voor de zekerheid even de huisarts. En die zei van ja, breng hem maar wel langs. Want het doet ook echt pijn. Juda zit ook gewoon echt al de hele avond van auw, neus, auw. Dus
die zeiden van kom maar langs, dan gaan we hem eruit halen. Dus wij zitten nu bij de huisartsenpost en er mag maar één iemand mee. En ik weet, het is heel zwak van mij, maar ik kan er gewoon echt niet tegen als er iets met hem is bij de huisartsenpost. Plus ik ben ook gewoon echt niet sterk genoeg om hem tegen te houden. En als hij dan zo gaat krijsen, dan ga ik ook krijsen waarschijnlijk. Dus Eddie is met hem mee. En ik zit hier in de auto met taart en een fles voor als het klaar is. En ik hoop dat het lukt, want ze zeiden als het niet lukt, dan moet het onder narcose. En daar heb ik, daar hoop ik echt niet voor hem. Dat vind ik echt heel heftig. Dus hopen dat hij hier goed vanaf komt. Dus hij krijgt voorlopig geen stickers. Jongens, echt. Dit had ik ook echt niet kunnen bedenken. Niet om het een of ander, maar ik sta hier ook. Ik zit hier ook in de auto, in de regen. En dan voel ik me ziek, mijn schatje in de wachtruimte wachten. Ja, wachten. Hij rent rond in zijn pyjamaatje. Ik voel me echt heel zielig nu. Echt zo'n soapserie. Dan moet ik eigenlijk zo... Moet je wel goed zien zo. Luna! Het gaat wel goed komen, denk ik. Kijk, daar is hij. Oh, deze jongen weet niet wat hem te wachten staat. Hey! Oh mijn god, ze komen eraan. Mama. Gelukt? Ah. Gelukt? Mama. Nee, we moeten morgen even bellen naar de huisarts. Dan gaan we bij KNO als langs moeten gaan. Want hij zegt, ik ga het dan met een pincetje kunnen proberen. Maar hij is nog te jong. Dus hij is nog te jong. Hij strijdt er veel tegen. Ja, als hij wat ouder was geweest. Nee, misschien niet. Maar hij heeft niet de juiste gereedschappen voor. KNO-arts heeft dit soort dingen vaker gehad waarschijnlijk. En die heeft... Hoe voel je je vandaag? Zo. Zo? Speen. Speen. Maar zit er nog wat in jouw neus? Ja. Ja? Mag ik even kijken? Nee, niet doen. Even snuiten? Nee. Zit je even snuiten? Nee. Alleen je neus snuiten. Alleen snuiten, ik ga niks doen. Kom maar. Eet het? Je hebt chocola op je lip. Kijk, is dat mijn chocola hier? Snot. Grote snot. Hij van die spenen had hij overal. Even afvegen alleen. Zo. Dus je ogen zitten ook nog. Doe maar snuiten. Nog een keer. Maar? Goed zo. Zit hem steeds zit. Zie je nou? Ja. Oh, ik krijg het er niet op. Hij wil het bloed ook amper zien. Ja, wie weet. Dus wij hebben met de huisarts gebeld voor een doorverwijzing. Naar de KNO-arts. Dus we gaan daar zo naartoe. En hij is ondertussen de luier-emmer aan het schoonmaken. Mag niet schelden in de vlog. Oh. Zit er ook smell-o-function op de camera bij jou? Is nog een lavendelzak? Fuck die lavendelzak. Eddie, niet zoveel schelden. Je moet altijd als ik film scheld zien. Ik moet gewoon en dan moet zelf blijven in die vlog. Ja, ja maar dan ja, mag... Je mag niet schelden. We hebben een kind, ja? Gat, ga weg, ga weg. Oh, ik begin gelijk te huilen. Nou, het lukte ze niet. Dus Judah is zijn hele neus beschadigd in onderbloed. Nee, we moeten nu blijven tot vanavond, want hij moet worden geopereerd. Maar het lukte niet en het blijkt ook geen sticker te zijn. Het is dus blijkbaar iets hards.
Ja. Ze krijgt het er gewoon niet uit. Dus hij moet nu nuchter blijven, 7 uur lang. En dan staat om 5 uur staat de operatie gepland. En dan... Dus moet er sowieso uit. Ja, ja. Dat vind ik ook niet zo erg op, zeg maar. Het is wel even... Ik vind het gewoon zo zielig voor hem. Hij was net zo hard aan het gillen, want ik mocht eigenlijk niet mee de kamer in. Dus ik zat in de wachtruimte. En er waren echt nog 7 andere mensen. Hij was zo hard aan het gillen dat mensen me echt aanspraken van... Oh, zelfs ik zat te huilen in die wachtruimte. Ze was echt zo hard aan het gillen. En die mensen echt om me heen zo van... Oh, ik snap het. Mag je er echt niet bij zijn? Toen had de zuster die deur opengemaakt. En die had mij echt na 10 minuten gezegd van... Ga er maar gewoon bij zitten. En toen had hij helemaal bloedneus. En hij was helemaal... Een beetje upset. En die dokter die was een beetje raar. Die zei echt, ja, je had hem er gelijk uit moeten halen. De eerste keer kan je het beste doen. Dus ik zei ook, ja, denk je dat we dat niet hebben geprobeerd? Daarom zijn we hier, weet je wel. Ja. Hij zat het echt de hele tijd onze schuld te geven. En het is ook dom dat we hem iets in zijn neus hebben laten doen. Maar ik kan echt niet, ik weet echt niet wanneer dit is gebeurd. Nee. Nou, sorry. De situatie momenteel is dat de KNO kreeg hem er niet uit, omdat Jula best wel erg tegenstribbelt, wat we ook al hadden verwacht. En nu moet het alsnog eruit worden gehaald, dus hij moet worden geopereerd en onder narcose straks. Dus we hebben hier een kamertje gekregen en het is allemaal dus gewoon wat heftiger dan ik dacht gisteren. Maar hoe dan ook moet het eruit, dus... Nou, jullie mogen best weten dat ik dit allemaal heel spannend vind. En dat ik ook een kleine cry session heb gehad. Want dit is gewoon... Ja, dit is gewoon niet leuk om naar te kijken. Maar ik ben wel heel dankbaar dat we hier zitten, omdat... er iets in zijn neus zit wat er gewoon uitgehaald kan worden in plaats van dat hij ziek is. Want er zitten hier ook allemaal kindjes op de andere kamers die hier zitten omdat ze ziek zijn. En dat lijkt me gewoon veel heftiger. Dus in die zin ben ik gewoon blij dat het gewoon op deze manier kan. En ik hoop dat hij het goed doet. Maar we komen er wel uit. Daar geloof ik wel in. Wat heb jij? Heeft papa een ballon voor jou gekocht? De grootste die ik heb. Wow, die is cool. Je hebt niks in de gaten. Hè. Gelukkig maar. Eddie. Mondkapje. Oh ja, man. Daar komt hij, daar komt hij achteruit. Eten? Wow. Zit te sturen als een malle. Wow. Nou, hij is meegenomen. Maar dat was niet zonder drama. En er mag maar 1 iemand mee. En ik weet dat Eddie dat beter kan dan ik. Dus ik vind het zo erg als hij dan zo aan het huilen is. Maar ik heb nu niks te doen. Ik moet tijd houden, dus ik ga de video editen. En wie weet staat hij dan zo online. Of niet. Dat zien we wel.
In ieder geval bedankt voor het kijken. Alles gaat gewoon goed. Ik weet dat alles gewoon goed gaat. En hij is in goede handen. Alleen, het is gewoon naar. Ik zelf ben nog nooit onder narcose geweest. En nu moet hij als nog geen 2-jarig hummeltje onder narcose. Dus bedankt voor het kijken. Doei. En dit. Oh. Zat in jouw neus. Ja, denk maar. Blijf daar maar mooi vanaf, vriend. Dan kom je toch niet aan met je vingers. Nou, kleine update. Hij was maar 10 minuten onder of zo. Nog niet eens. Ze hebben het eruit gehaald. En hij was ook gelijk weer wakker. En het gaat helemaal goed. Dus we kunnen zo naar huis. Dus we zijn weer blij. Al die zorgen om een inimini stickertje. En die mijntje-stickertje. Ja. Nou jongens, bedankt voor het kijken nogmaals. Tot volgende week. Doei! Kun je zwaaien?